Emmanuel en ik geef schilderen en tekenen bij School in de Kunst. Ik wil vandaag met jullie gaan schilderen met spulletjes uit de keuken. Omdat we allemaal zoveel thuis zijn deze tijd, leek het me leuk om niet alleen met verf, wat je normaal gebruikt, iets te maken, maar om even echt zelf verf te maken en daarmee te gaan schilderen. Je hebt hiervoor nodig verschillende spulletjes, een aantal kruiden. Ik heb hier dit gele poeder, dat is kurkuma. Kurkuma is eigenlijk een soort wortel en deze is dus in poedervorm, dus gedroogd en heel fijn gemalen. Hier kan je heel lekker curry's mee maken, maar je kan er ook heel mooi mee schilderen. Dan heb ik hier een ander kruid. Het zit in een stroopblik, maar het is eigenlijk kaneel. Dat denk ik dat jullie allemaal wel kennen. Van de appeltaart en van de havermout. Ruikt super lekker. En ik heb hier als laatste het rode poedertje, heb ik paprika poeder. Dit geeft ook een mooie kleur en je kan ermee koken. Om de verf echt smeerbaar te maken en om echt er goed te kunnen schilderen, gaan we yoghurt gebruiken. Gewoon normale yoghurt, maakt niet uit of het half vol of vol is. Misschien is magere yoghurt een beetje dunnig, maar ik denk dat dat ook wel lukt. Gewoon een beetje yoghurt. En dan maak je de verf als volgt. Je pakt een aantal lepeltjes yoghurt. Die doe je in een kommetje. Ik had hier al een beetje in gedaan, maar ongeveer 2 eetlepels zou ik zeggen. Dan doe je met een theelepel ongeveer een theelepeltje van het poeder naar keuze erbij. In dit geval heb ik dus kurkuma poeder voor de mooie gele kleur. En dan ga je heel goed roeren. Zo ziet het er eerst uit. Een beetje poederig en een beetje yoghurt. En als je lang genoeg mengt, zul je zien dat je een hele mooie, gladde verf eigenlijk krijgt. En het grappige is, deze verf kun je dus eigenlijk gewoon eten. Want het is alleen maar yoghurt met kruiden die je normaal ook kan eten. Ik denk niet dat dit heel lekker is, maar het zou in principe kunnen. Het is niet giftig. Dat kan je ook doen met de andere kleurtjes, met de andere poeders. En ongeveer dus 2 eetlepels yoghurt en een theelepel van de kruiden. En als je de kleur niet donker genoeg vindt, dan doe je er gewoon nog een klein beetje kruiden bij. Je kan een beetje kijken. Deze is vrij donker geworden. Kijk, deze is wat lichter. Hier heb ik iets minder poeder gedaan, dus heb ik meer lichtgeel. Dan gaan we het leukste doen natuurlijk. Dan gaan we schilderen. En je kan een voorwerp pakken uit je huis wat je wil naschilderen. Misschien heb je wel een leuk dier. Misschien in de vorm van een beeldje of van een knuffel. Ik heb zelf dit olifantje even uitgezocht. Deze heb ik vroeger gekregen van de vriendin van mijn moeder, die ook kunstenares is. En deze ga ik naschilderen. Hij heeft een beetje een langwerpige vorm zo in de breedte. Dus ik doe mijn vel ook zo in de breedte. En ik zet een vorm neer. En dan ga ik met mijn zelfgemaakte verf, ga ik hem naschilderen. Dus je doet gewoon alsof het normale verf is eigenlijk. Je pakt een kwast. Je pakt wat van de verf. Oeps. En je gaat aan de slag. Ga je lekker schilderen. Dus je zult merken dat hij eigenlijk gewoon niet heel erg verschilt van verf uit het tubetje. En terwijl je lekker aan het schilderen bent, kan je er ook eens even bij stilstaan, als je neus niet al te verstopt is, hoe lekker het eigenlijk ruikt. Het is net een beetje alsof je aan het koken bent, maar dan ben je eigenlijk aan het schilderen. En net als bij normale verf spoel je kastjes door even uit als je een ander kleurtje wil gebruiken. Ik ga nu een beetje voor de paprika verf, dus dat is een beetje roodachtig. Het zijn natuurlijk nooit precies de kleur uit een potje, maar dat geeft niet, het is gewoon anders. Nou, ik ben hier nog wel even bezig met mijn olifantje. Ik ben heel benieuwd wat jullie nou gaan maken. Ik ben benieuwd of je nog andere spulletjes uit de keuken kan vinden die je kan gebruiken voor verf. En ik ben ook heel benieuwd welke
voorwerpjes jullie gaan schilderen. Misschien wel je eigen knuffel. Of heb je een heel mooi beeldje. Of heb je iets anders wat je heel mooi vindt in huis. Wat je met je zelfgemaakte verf kan gaan namaken. Nou, laat het me weten. Je kan hieronder een filmpje posten. Of natuurlijk een foto. En heel veel plezier. Doei!